Yo kijkers van ShadowSnel en welkom terug bij weer een nieuwe Ajax Career Mode. Maar dit zal geen Ajax Career Mode zijn, want nou, het is wel een Ajax Career Mode, maar we spelen bij Denemarken het EK. En we gaan dus eerst een paar wedstrijden, of een paar, een aantal weken hebben we niks te doen. Dan hebben we Slovenië, Polen en Spanje, dus laten we maar gauw beginnen. Maar voordat we natuurlijk dat EK gaan doen, kunnen we ook weer gaan trainen. Dus ga ik deze mensen trainen, denk ik. Want Savastano zie ik wel toekomst in eigenlijk. Ik denk dat ik wel als wisselingsback wil gaan gebruiken. Achter Dijs natuurlijk. TT blijft gewoon waarschijnlijk. Dus die gaan we ook trainen. Haller gewoon een spits. Moeris natuurlijk. En Bazoertje. Oké, hoor. Dus, we hebben dus een uitnodiging gehad voor het voorseizoen toernooi. Die ga ik wel gewoon accepteren. Dan gaan we eens kijken bij welke dingen we gaan. Misschien. Even kijken, wat is de makkelijkste pool? Ik denk dat ze allemaal redelijk pittig zijn. En dat de middelste. Weet je wat, we doen gewoon met het meeste geld. Met Liverpool zou ik erbij staan. Dus dat is volgens mij de moeilijkste, maar dat maakt niet uit. De eerste wedstrijd is tegen Sevilla. Ik denk dat ik hem wel ga simuleren. Oh ja, trouwens, Kosicki en Elm zijn aangekomen. Which is very nice. En dan gaan we tegen Sevilla zo meteen spelen. Dus eigenlijk was de bedoeling dat we nou Denemarken gingen doen. Maar oké, we krijgen nu in één keer een voorseizoen toernooi natuurlijk. Even kijken hoor. Ja, ik denk gewoon dit team. We zullen eens kijken hoe ver we kunnen komen in dit toernooi. Gewoon het basisteam van vorig seizoen pakken we even erbij. En die winnen met 4-1. Holy shit, van Sevilla nog wel. Dat is een pittig uitslag. Oké, nu Aston Villa gewoon met ons basisteam. Hopelijk kunnen we deze winnen. Weer winnen. Oké, die winnen we weer met 1-0. Dus ik denk dat ik de volgende wedstrijd met ons wisselteam ga spelen. Simuleren tegen Liverpool. Kan dat? Ja, dat kan. We zijn al door, dus dat kan. Dat gaan we gewoon proberen. En kijken of wij er klaar voor zijn. Met Savastano, Nakamba. Zullen eens kijken of wij deze kunnen winnen. En holy shit, man. Jongens. Dus we winnen gewoon met ons wisselteam van... Oké, het wisselteam van Liverpool. Maar het wisselteam van Ajax is dus blijkbaar beter dan het wisselteam van Liverpool. Alright. De halve finale tegen Napoli. En die winnen we op strafschoppen, gelukkig. Fischer heeft gescoord en Churches voor Napoli. Oké, Haller is trouwens 77. En zijn dribbel en zijn balbeheersing is omhoog, dus dat is mooi. Oké, de finale gaan we spelen tegen West Ham United. En kijken of we deze ook kunnen winnen. En kunnen wij weer het toernooi winnen? Nee, want West Ham is te sterk en op zich wel logisch. Want ze zijn natuurlijk een prima Premier League team. Dus we winnen gewoon met 2-0 en daar werk aan de winkel. Oké, Savastano is dus 65 nou. Al zijn verdedigingsstatistieken zijn bijna omhoog. Sliding is al 74, dus dat was best nice. En voor de rest is er niemand omhoog. Oh jongens, nee. Wordt het ziek nu pas. Door de simulatiewedstrijden in dat vriendschappelijke toernooi is Riederwald voor 4 maanden geblesseerd. Holy shit, dat is natuurlijk een lange tijd. Oh my god, jongens. TT gaat liever naar Vitesse. Hij heeft voorkeur voor Vitesse. Wat doen we nou? Wat doen we? Ik ga hem proberen een contract aan te bieden. Want dan moet hij natuurlijk nog steeds accepteren. Of niet? Dus eens kijken, waar is hij? Waar is onze man? TT. Hier. Oké, we gaan het opnieuw proberen, jongens. We gaan weer een pittig bedrag neerleggen voor hem natuurlijk. Cruciaal. Kijken of hij dit accepteert. Oké, voor de wedstrijd tegen Slovenië. De eerste wedstrijd gaan we doen met deze opstelling. Ik heb dus een aantal ex-Ajax-spelers en Ajax-spelers erin gezet. Zoals Andersen, Lucas Andersen. Die is nou terug van een uitlening naar Willem II dus. Die gaan we dus gebruiken dit seizoen, denk ik. En dan gestart in de basis tegen Slovenië. Fischer aan de rechterkant dus. Eriksen op CHM. Schöne start op het middenveld. En voor de rest heb ik ook Okore erin gezet. Dus Agger schuift naar links. En Boylissen, ja. Dat is geen Ajax-speler meer. En dat zal ook nooit een Ajax-speler zijn. Dus laten we maar gauw beginnen met de wedstrijd. Oké, Victor Fischer. Die kan wel wat en dat weten we. Grondeli. Op Eriksen. Door Andersen. Oeh, die bal komt bijna aan. Eriksen. Super Breedveld weg. Breedveld is heel snel. Actie naar binnen.
Terug op Eriksen. Eriksen, finesse hem in de hoek. Oeh, ik had hem af moeten leggen op Andersen, denk ik maar. Holy shit, jammer. Kom op. Daar is Akker. Bijna. Schöne dan nog met ruimte. Schöne met ruimte. Maar dat schot is niet goed. Oké, het is rust. Staat 0-0. Nog niet veel gebeurd eigenlijk. Want dit is wel een wedstrijd die we moeten winnen. De makkelijkste wedstrijd uit de pool eigenlijk, denk ik. Ze hebben nog 0 kansen, wij wel. Dus we moeten eigenlijk gewoon gaan scoren in de tweede helft. Kondeli. Door op Eriksen. Komt hij aan. Die komt net wel aan. We hebben hem nog. Fischer dan met links. Kom op, Fischer, Fischer, Fischer. Oh, wat een redding van de keeper. Holy shit, wat een pech. Oké, 0-0 tegen Slovenië. Slecht resultaat. Op naar de volgende wedstrijd. Oké, jongens. Jullie vinden mij misschien heel erg dom. Maar ik ga de wedstrijd tegen Polen simuleren. Ik ga gewoon kijken of we er klaar voor zijn. Kondeli maakt de 1-0. Maar Lewandowski maakt nog snel de 1-1. Ik hoop echt dat we deze wedstrijd kunnen winnen. Anders dan betekent het eigenlijk ons einde in het EK. Dus kom op Denemarken. Alsjeblieft nog een doelpuntje erbij prikken. Yes, Ankersen maakt de 2-1. En Milik. Notabene Milik. Maakt de 2-2. Maandag scout updates. Oeh, deze gozer. Ziet er sick uit. We gaan hem gelijk accepteren. Deze wachten we af. Deze wijzen we af. Deze wijzen we ook af. Deze wijzen we ook af. Deze. Houden we nog even. Dan gaan we naar de volgende. Anders Pedersen. Gaan we accepteren. Alleen ons jeugdteam zit vol. We moeten even kijken wie is er niet goed genoeg. Deze gast. Die kunnen wij wel gewoon laten gaan. Zullen we eens kijken of er nog iemand is die we kunnen laten gaan eigenlijk. Voor de rest zitten er heel veel potentiële goede toppers bij, hè. Deze gast dan. Die moeten we laten gaan. Marvin Menig. Laten we ook gaan. Borsting. Laten we ook gaan. Meijers. Ja, laten we ook gaan. Deze jongen. Laten we ook gaan. Ross Walker houden we. Dus dan kunnen we hem accepteren. Weet je wat, ik moet niet te veel mensen gaan accepteren telkens. Want anders zit het jeugdteam zo vol. Dus we wachten gewoon eventjes. Holy shit. Deze moeten we wel accepteren. Want die ziet er wel heel erg goed uit. Maar voor de rest houden we eens eventjes. Oké, Kenny Tete. Ik voel me hier zo goed op mijn plek dat ik akkoord ben gegaan met het nieuwe contract. Ik wil graag bij de club blijven. Netjes. Eindelijk. Tete blijft bij ons. En nu zie ik bij de pool dat Spanje al door is. En dat als wij van Spanje winnen... dat wij ook door zijn. Dus wij moeten van Spanje winnen. En dat is het enige wat telt. Dus laten we gauw beginnen. Schöne. Daarop Eriksen. Is die bal goed? Die bal is goed. Eriksen. Oh, slap schot. Ja. Eriksen. Nu wel. Ja hoor. Wat een doelpunt. 12 minuut. 1-0 tegen Spanje. Wat een doelpunt voor Christian Eriksen. Oké, het is rust. We staan met 1-0 voor. Als we het zo volhouden, dan zijn we door naar de knock-out fase. Slovenië staat met 1-0 voor tegen Polen. Dus wij moeten winnen deze wedstrijd. Oh, goede bal van Eriksen op breedweet. Oeh, Johan van in de achtervolging. Die is ook snel natuurlijk. En ja. Schöne. Door Fischer. Die bal is een beetje te ver naar de buitenkant. Maar Fischer heeft de bal nog voorzet. Kom op, iemand dan daar naartoe. Nee, hier is Kondeli nog. Krul hem in de hoek. En, oh, wat een redding van de keeper. Holy shit. Oh, Kondeli onderschept de bal. Maar Iniesta verovert hem weer terug. Wij veroveren hem weer terug. Ja, daar is Eriksen. Eriksen schiet hem in de hoek. Wat een redding van de keeper weer. Holy shit. Kom op, nog maar 10 minuutjes te gaan. Kunnen wij dit even volhouden? Misschien nog een tweede erbij prikken. Kom op, Okore. Nee, daar is de keeper. Yes. Yes, yes, yes. We hebben gewonnen van Spanje. Holy shit, we kunnen niet winnen van Slovenië, we kunnen niet winnen van Polen, maar we kunnen wel winnen van Spanje. Wel een beetje geluk, meer kansen, minder balbezit, dus let's go. Oké, we moeten dus tegen België in de kwartfinales van het EK, maar dat zal zijn in de volgende aflevering. Dus we gaan nog even kijken wat voor berichtjes we hebben. Maandagsverslag jeugdteam natuurlijk, dat weten we. Een paar goede talenten, moet dan alleen even afwachten wanneer ze goed genoeg zijn natuurlijk. Doelstelling Champions League is halve kwartfinale, holy shit. We moeten met dit team de kwartfinale halen van de Champions Cup. Dat wordt een opgave, maar dat gaan we proberen.
Win de beker is de doelstelling van de beker. Competitie zal wel zijn dat we de competitie moeten winnen, heel simpel eigenlijk. Sanogo is terug naar Arsenal en daar heb ik helemaal geen problemen mee. Toch nog het eerste selectieverslag en dan bedank ik jullie weer voor het kijken. Kunnen wij de 80 likes halen, zou super awesome zijn. En dan bedank ik jullie weer voor het kijken en dan zeg ik tot de volgende aflevering. Later mensen.